Dinette Berestein 9-0 gewonnen. Als je moet uithalen, dan maar zo toch, met 9-0? Ja, zeker. Nee, ja, het was een verdiende uitslag. Als je de wedstrijd hebt bekeken, dan kon het veel meer zijn dan 9-0. Maar ja, we zijn wel tevreden met deze uitslag. Nou heb ik natuurlijk de wedstrijd ook bekeken. Die vorige heb ik ook gezien. Dit ging toch een stukje beter. Waarom? Waarom? Nou ja, dat is altijd moeilijk in te schatten, want elke tegenstander is anders. En ja, tegen elke tegenstander speel je ook anders. Dus ja, dat is gewoon lastig om in te schatten. Dat weet ik niet echt waar dat aan gelegen heeft. Wat was het verschil tussen deze ploeg en tussen Ferencváros? Deze ploeg bleef heel erg hangen. Die kwamen amper naar voren en als ze naar voren gingen waren het maar met één of twee speelsters. En die andere ploeg ging wel met meerdere speelsters echt gewoon als team naar voren. Maar deze waren echt verdedigend ingesteld, ook omdat ze iets minder kwaliteit hadden dan die andere. Dus waarschijnlijk heeft het daaraan gelegen. Jullie een paar wisselingen in de basis natuurlijk, hè? 5, jij mocht spelen. Dan zegt Janice van der Zanden altijd, de motor is aan of de brommer is aan. Hoe noem je dat bij jou als jij turbo geeft? Nou ja, de meesten uit het team noemen het hetzelfde. Maar ik heb eigenlijk geen naam voor. Ik doe gewoon mijn dingen en als ik erin sta wil ik gewoon altijd alles geven. En het team zoveel mogelijk helpen. Dus zo noem ik het eigenlijk. 3 goals? Ja, lekker. Die derde, daar gebeurde wat? Nou, vertel het, zeg het zelf maar. Nou ja, dat was gewoon bewust hoor. Nee. Ja, het was eigenlijk als voorzet bedoeld, maar die bal raakte ik iets verder naar buiten. En voor mijn geluk was de keeper niet zo groot en ging hij eroverheen. Jullie zijn er nu bijna, hè? 6 gespeeld, of 6 punten uit 2 wedstrijden, maar het is nog net niet genoeg. Nee, zeker niet. We moeten zondag ook gewoon weer alles geven en gewoon keihard werken. En dan heb ik er wel alle vertrouwen in dat wij naar het hoofdtoernooi gaan. Ah, nu ook wel toch? We moeten zondag gewoon knallen en dan pas kunnen we verder kijken. Konak Belediyespor of zoiets zeggen we dan uit Turkije. Wat kunnen we verwachten? Wat kunnen we verwachten? Ja, een betere tegenstander dan vandaag. Ik denk dat zij wat aanvallender zijn ingesteld. Maar ik weet niet hoe dat is tegenover ons. Want dat is gewoon lastig in te schatten. Want zoals ik al zei, elke tegenstander is anders. En we moeten dat gaan bekijken, hoe dat gaat zondag. Maar mooie scoren dan nu, dat kan eigenlijk niet, toch, voor jou? Sorry, nog een keer? Maar mooie scoren dan nu, dat kan eigenlijk niet, toch, voor jou? Het kan altijd beter, zeg ik. Ze hebben nog een doel voor dit seizoen, een uitdaging. Ja, absoluut.